Hi, en ik ben Armando. En samen zijn wij de reporters van Paper het Verleden. De komende tijd zoeken we naar antwoorden op de vraag: wat betekent het koloniale verleden van Nederland in onze huidige samenleving? Ja, want de discussies die lopen de laatste tijd hoog op. Of het nou gaat om de verering van Jan Pieter Schalkoen, nationale schurk of nationale held. Of als we het bijvoorbeeld hebben over welke termen we gebruiken over het koloniaal verleden. Spreken we bijvoorbeeld over politionele acties, over dekolonisatieoorlog, over onafhankelijkheidsstrijd. En stel nou hè, dat je je helemaal niet kunt herkennen in dit soort vraagstukken. Ben je dan plotseling een enorme koloniaal? Het Indisch Herinneringscentrum is benieuwd naar hoe er in Nederland over dit soort vragen wordt gedacht. Daarom reizen wij de komende tijd door het hele land, van noord naar zuid en van oost naar west, op zoek naar antwoorden op vragen binnen de thema's racisme, verzet, slavernij, dekolonisatie en migratie. Nou, en onze bevindingen laten we zien in 5 video's die we presenteren op de bijeenkomst van Gepeperd Verleden. Ben je nieuwsgierig? Zorg dan dat je daarbij bent en volg het Indisch Herinneringscentrum op Facebook. We zien je daar! We zien je daar! Bye! Bye!